En de man van de straat begrijpt dat de vrijheidsbeperking bedoeld is om de gemeenschap te beschermen tegen het COVID-19-virus. In een interview halen diverse burgers aan geen moeite te hebben met de maatregelen van het nieuwe normaal. In het COVID-19-journaal van de overheid benadrukten ze dat we het virus alleen kunnen overwinnen als de eigen verantwoordelijkheid in acht wordt genomen. De burgers roepen anderen op niet onnodig over straat te gaan. De neus is naar de leger. Sarama, vooral de blakke balik, misrevi. Ademopola hersani. De neus is tapu. A wetsang grantipoti. De wandu sarawani. De oudere scoot, als het ware, de oudere scoot als potere scoot, de kola de long. En ik kom om mijn body. En latano ala asani. Nou, ik voor de lantieffetang aan nu. Voor haar contra no siki dat de ala kan. De lena contraja. Ik heb het want ik heb het al in het andere naam, dus ik heb het al in het andere naam. 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 De regels wel, ze lijken wel zwaar, maar het is om onszelf, dus om zelf te dingen beschermen en zo. Dus dat. Ze zijn zwaar, maar ja, we moeten ons bij die regels houden. Andere burgers haalden ook aan dat de COVID-19-pandemie ook ervoor zorgt dat gezinnen naar elkaar toe groeien. Zo hebben ouders meer tijd om activiteiten met hun kinderen te ontplooien. Met mijn kinderen doe ik activiteiten. Meer spelletjes, kaartspelletjes. Alle oude spelletjes komen uit de kast. That's it. Niet hè? Ja. Het ook aan een soort van gezinsbinding. Ja, veel meer lol. Want een tijdje ging het naar de kinderen gamen, zijn op de telefoon bezig of op de laptop. Maar nu zijn we met elkaar bezig en dan merk je dat het wel, net als toen wij met onze ouders waren, dat het gezelligheid brengt. Dus we kunnen best wel heel wat goede zaken halen uit de lockdown. Ja, ja, gezinnen komen groeien sowieso naar elkaar toe. Enkele burgers die hun mening deelden over het COVID-19-virus en de maatregelen die zijn aangekondigd om de gemeenschap hiertegen te beschermen. De overheid heeft de weekend-lockdown opgeheven. Alleen de avondklok van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend is nog van toepassing.